Hela, proficiat met je level up, hè, man. Nou, wat dan? Ik heb dat wel gezien, ze van 7 naar 8 gegaan, gewoon omdat je naar Mrs. Puff gaat. Amai, wauw. hier is iets te zeggen. Oké, dat is wel eens hier. Dat is toch niet normaal, deze. Ingaan? Goh, nee, ja. Je kunt er letterlijk inlopen, ja. Oh my god, dit spel, dat is... doe deze als gedronken zij. Speel deze spel als gedronken zij. Dit is abnormaal. Ja, dat geloof ik. Ik ga hier nu naar binnen, hè. Dat is ook altijd met een invite, blijkbaar. Oei. Ik kom weer binnen, het eerste dat ik zeg is oei, in het meest Vlaamse manier. Ja, natuurlijk kon die deur niet open. Wie ga jij pakken, de gele of de blauwe? Ik oor A weer niet, hè? Ik zeg het maar. Hè. Ik weet niet wat jullie gezegd hebben, maar. Ik oor A niet. Nu wel, ja, nu wel. Die fucking vinger! Die vinger! Nee. Dat is echt niet normaal, dit. Ik wil zeggen, ze. Vingerkes stok of wat? Waar? Vingerkes stok. Oh, yes, oh, deze pak ik. Ja, dat was toch een woord van mij in 2019? Vingerkes stok, ik denk dat je dat gedaan. 2020 ook zeker. Hallo. Nee, dat was. Nee, dat was iets, dat was toch iets anders. Ja, Bek. Moet je dat niet... Wat heb ik niet gezegd? Maar in 2020 was het wel extreem, denk ik. Zo, omdat iedereen ineens binnen zat en dan was ja, de verzinde van woorden, hè. Echt, maar oh, what the fuck. Dat was... maar oh, what the fuck.
Oh, deze is echt hilarisch dat wij zo Vlaams aan het praten zijn met al die rare woorden dat jij het gebruikt. We zitten hier in een kostuum van Patrick. Oké. Okay. Je hebt voor dat 9 van de 10 iedereen nu kan horen. Ja, iedereen. En er zit redelijk veel volk. Ermee dat er af en toe zo een afkomt en die zwaait naar ons, dat is de reden. Die hoort ons dus. Hier is Mrs. Puff, het echte kostuum. En die kop ook van haar. Ja, switcht maar met Patrick. Patrick is in deze kamer. Nou, dat is al in gebruik, precies. Inderdaad. Met je vinger altijd. Hé, hey, maar je moet nog klikken, het is niet gelukt, ze. Ah ja, nu wel, jawel. Die vinger altijd. Hey, mag geen vinger stoken. Wat ligt hier op de grond? Oh god. Ja, nee, echt. Als je nou iets gedaan hebt van gedronken of. Wat kan er zijn? Jullie dat kapot maken. Fucking SpongeBob. Oh, heb ik nou juist gegooid? Maar echt geen normaal. Ja, maar dat is eigenlijk voor kinderen bedoeld, maar als je zo wat ouder bent gespeeld is, is dat met een heel andere bedoeling, hè? Ja, dat is wel echt waar. Kun je hier drinken van dat water? Binnen. Hey SpongeBob. How is class? Ah, jumping means good, right? Of course! Mrs. Puff is very proud of you. I mean, Mrs. Puff is very proud of you! Yeah! That's amazing. That's so fucking amazing. Hey, Jeremy is hier ook. Kun je je voorstellen, Jeremy, hier? Ja. Je zou goed Squidward kunnen spelen. SpongeBob, just leave me alone. I'm trying to grab this. Yeah. Mrs. Puff is just so fat, I just can't see it. There's something in my hand, I mean fin. I'm gonna throw it right at you. And I threw it. What the hell is that? Green means go. Can I see what there nog is van maps? Zoiets interessant gelijk deze. Nee, dat bestaat niet meer. Die muziek op de achtergrond, mannetjes. Echt waar. Medieval. Het is toch origineel? Allee, dat is zo totaal anders. Ik ga naar. Zeg het maar. Fragrant Chicken left the room. Ik ga naar Medieval Warfare. Ik ga daar eens iets proberen. En ik zal u inviten.